Goeiedag, het is vandaag maandag 2 januari 2023. Dat is even wennen, 2023. Wij hebben het vandaag weer wat hoger opgezocht. Wij zijn op de Kietzijnhoorn in Kaproen. Het zonnetje is er al een klein beetje bij. En wij gaan snel hier de gletsjer op. We zijn redelijk bovenaan de gletsjer, waar je ook een heel mooi uitzicht hebt richting Zell am Zee. En de nevel die zie je nog boven het meer hangen. We staan hier ongeveer op 2600 meter. Waar jullie naar kijken, dat is nog een lift. Die is nog gesloten. Duurt niet meer lang voordat die open gaat. Want vorige week stonden hier de sneeuwkanonnen nog aardig te pruttelen. En er ligt zo te zien nu wel genoeg sneeuw. Dus het is een kwestie van tijd. En dan gaat deze lift ook in bedrijf. Nou, we hadden niet als enige het idee om hier te gaan kijken. Maar wat ook mooi is, dat was vanochtend toch niet, dat we het meer kunnen zien, de Zellerzee, van Zell am Zee. Het is tijd om inderdaad naar de top of Salzburg te gaan, oftewel naar 3029 meter. Hoger ga je niet komen in het Salzburger land. De shuttle kun je weer gewoon het skigebied in. Wij staan op het hoogste punt van het Salzburgerland waar je komen kan. Ze noemen die ook het top van Salzburg. 3029 meter, heel goed is te zien. Maar de sneeuwgrens op dit moment. We gaan nog even de hoek om, maar daar kom je voluit in de wind te staan. Mooi uitzicht op de pistes hier. Van de gletsjer natuurlijk. Hier willen de mensen allemaal een foto maken
van het bord natuurlijk, dat je op 3029 meter bent geweest. En vanochtend aan deze kant hebben we al heel wat mensen omhoog zien lopen. Ja, dat klinkt gek. Maar die willen dus echt naar de top van de Kiesteinhoorn. En dat ligt waarschijnlijk iets hoger dan 3200 meter. En dat is deze berg. Wij gaan hier weer bij het Alpine Center deze dag afsluiten. Een heleboel mensen komen nu naar beneden. En ik moet zeggen, op de pistes was het ook wel druk vandaag. Maar wat wil je ook? In de lager gebieden ligt natuurlijk wel nog sneeuw om te skiën of te borden. Maar de kwaliteit is een stuk minder. Terwijl hier de kwaliteit gewoon zo is zoals het hoort. En hier heb je echt nog poedersneeuw. Maar dat zul je ook op andere gletsjers hebben. Van de week gaan wij naar een andere gletsjer. Jullie zullen wel tegen die tijd zien waar dat dan is. Maar voor nu ga ik deze dag afsluiten. En ik zeg maar weer de groeten.